Macron kreeg de ontvangst van een vorst. Van der Leyen werd genegeerd en vernederd. Van der Leyen werd gezien als een agent van de VS. Macron die verkocht Airbus, helikopters en vliegtuigen. Daarmee vervalt toch een beetje de illusie van een gezamenlijk Europees-China-beleid. Ja, die reis heeft daar niet aan bijgedragen, terwijl dat wel de bedoeling was. He, dus het was een staatsbezoek van Macron, een staatsbezoek van Frankrijk en aan China. Dus wat dat betreft was het logisch dat Macron in de lead is. Maar het idee was juist door ook van der Leyen om samen te gaan, dat daarmee ook aan wordt getoond dat er sprake is van eenheid. Ja. En ik hoopte dan ook dat de woorden die van der Leyen gebruikte in een speech een paar dagen eerder, wat ik een hele sterke speech vond, ik had dat ook gehoopt dat dat ook de uitstraling zou zijn die Macron zou uitdragen. Ja, maar hij deed iets anders. Hij zei, desgevraagd, als puntje bij paaltje komt, dan worden dit soort dingen bepaald in de Europese Raad. Dat zei hij heel nadrukkelijk. Niet door de Europese Commissie, met andere woorden door de regeringsleiders. En daarmee gaf hij een signaal aan China van, nou, wij denken heel wat genuanceerder dan jullie denken. En een soort trap na aan von der Leyen, toch? Hij heeft daarin formeel gelijk, dat dat ook door de Europese Raad wordt bepaald. En dat vind ik ook. Ik vind ook dat het primaat bij de regeringsleiders ligt om het buitenlandbeleid van de EU vorm te geven. En vervolgens voeren van der Leyen en voeren Borrell binnen de Europese Commissie, die voeren dat vervolgens uit. Dus dat hij dat klopt in principe wat hij zegt. Maar ik zou juist graag zien dat, ook al zijn het de regeringsleiders die in de lead zijn, dat we als Europa veel meer met één stem spreken. Want die verdeeldheid, zowel binnen de Europese Unie als verdeeldheid tussen de EU en de Verenigde Staten, dat is precies waar China op uit is. Ja. Dat is precies wat Xi Jinping beoogt. Ja. En wij moeten niet in die val trappen. En ik moet zeggen dat Macron daar toch wel enigszins gevoelig voor is gebleken. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD. Ze worden inmiddels, naar analogie van de roemruchte onthullingen over de Vietnamoorlog in 1971, de Pentagon Papers genoemd. Geheime onthullingen over de oorlog in Oekraïne, analyses over de militaire slagkracht, het bespioneren van bondgenoten, allemaal online gezet door, ja, door wie eigenlijk? We're taking this very, very seriously. There is no excuse for these kinds of documents to be in the public domain. Ja, dat zegt de Amerikaanse veiligheidschef John Kirby. Meneer Brekelmans, mijn indruk, u ongetwijfeld ook, is dat er is wel geknoeid in die documenten, maar ze zijn toch behoorlijk volledig. Hoe ernstig is dit voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Nou, ik denk dat het op korte termijn schadelijk is. Want het laat zien dat in de inlichtingendiensten en de inlichtingenwereld van de Verenigde Staten, die toch zeker sinds de oorlog in Oekraïne, waar de VS het aan het rechte eind bleek te hebben, toch wel weer als sterk werd gezien. Laat het zien dat daar kwetsbaarheden zijn. En ook kwetsbaarheden ten opzichte van niet alleen de Verenigde Staten zelf, maar ook andere landen en bondgenoten. Dus ik denk op korte termijn schadelijk. Ik denk wel tegelijkertijd dat het te repareren is. Dus je ziet meteen, net ook de quote, een duidelijke Amerikaanse reactie dat dit niet acceptabel is. Ze hebben een heleboel van de informatie die is vrijgekomen, hebben ze ook weerlegd of genuanceerd. Dat niet klopt. Dus dat hebben ze direct gedaan. En als ze ook maatregelen nemen om beter en voorzichtiger met dat soort informatie om te gaan en dat beter af te schermen, ja, dan zou dat toch wel weer het vertrouwen moeten wekken dat op dit terrein gewoon goed met de VS samen te werken. Ja, nou, daar gebeurt natuurlijk een heleboel vervelende dingen, ook voor bondgenoten die bespioneerd worden. Volgens mij weten die bondgenoten dat. Maar als het zo online verschijnt, dat zo'n Israël, Zuid-Korea, ja, dan worden die landen woest. Dat kan bijna niet anders. Ja, het is altijd pijnlijk. En natuurlijk moet dat dan worden veroordeeld en moet je daar een land kritisch op aanspreken. Tegelijkertijd, u zegt het zelf, we weten dat bondgenoten dit ook bij elkaar doen. En dat dat achter de schermen en in het geheim gebeurt. Er zijn natuurlijk eerder, zelfs onder Obama, dat Merkel afgeluisterd werd. Zijn voorbeeld uit het verleden. Ja, dat was ook een hele hel met Angela. Ja, precies. Precies, maar uiteindelijk is die relatie ook weer gerepareerd. Dus ze hebben gewoon reparatiewerkzaamheden te doen, de VS. Ja, even over het belangrijkste vriendin. Wat mij het meest opviel, meneer Brekelmans, was het verhaal dat er in Oekraïne iets van 100 NATO-commando's zijn, waaronder ook één Nederlander, als ik het goed begrijp. Dat gaat recht in tegen wat de NAVO voortdurend zegt en heeft gezegd. Wij gaan niet een rechtstreeks conflict aan met Rusland. Hoe ziet u dat? Ja, dat zou mij ook heel erg verbazen als dat zo is. En dan
Zou je... Kijk, er zijn natuurlijk eerder, vlak voor de oorlog uitbrak, waren er ook Britse militairen in Oekraïne die Oekraïense militairen daar trainden. Dus dat daar op die manier in het verleden trainingsmissies waren, of misschien ook wat meer geheime missies om Oekraïne te helpen. Dat zou ik niet zo vreemd vinden. Maar als er nu inderdaad nog 100 militairen of 100 special forces daar zouden zijn, dat zou mij inderdaad wel ten zeerste verrassen. Maar het is altijd in die wereld van de commando special forces, dat is altijd een hele schimmige wereld eigenlijk, waar nooit over gecommuniceerd wordt. Maar als je kijkt naar de aantallen ook die genoemd worden, dus dat het zou gaan om behoorlijk veel special forces uit Litouwen, net zoveel als Amerikanen bijvoorbeeld, dat is ook wel een wat vreemde samenstelling. Ja, dus dit is ook wel een van de onderdelen qua informatie waar de meeste vraagtekens bij worden gezet, omdat dat wel daadwerkelijk zo is. Ja. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.